geholpen. Hallo heren. Welkom. Komt u op podium. Is plek zat. Hallo heren. Ja, Jeroen van Dijen. En Kees. Hallo. Goeiedag. Ad Louter. Louter, goedendag. Ja, ik sta hier wel leuk met de microfoon in mijn hand, maar eigenlijk ga ik hem doorgeven. Want ik ga de handtekeningen niet aan jullie overhandigen. Dat doet Petrushka. Ja, vorige week 4 juni, of is het inmiddels alweer 2 weken de tijd vliegt, stond ik hier als Zeeuws meisje, nu als Petrushka. En ik mag met grote eer de eerste 1000 handtekeningen aanbieden die via de website borselen2nee.eu in minder dan een maand tijd zijn verzameld. Ja. Met blijdschap, omdat het zo snel is gegaan. 3 weken geleden bestonden we nog niet eens en nu is er een Zeeuws comité opgericht dat al een behoorlijk breed platform is geworden. Een platform van politieke en maatschappelijke organisaties, maar ook individuen die een heel groot vraagteken bij het promoten van kernenergie zetten. Dat dit vraagteken niet alleen door een paar vertegenwoordigers van Zeeuwse clubs wordt gesteld, maar wordt gesteund door vele mensen, is erg belangrijk. Want in de media ontstond het afgelopen jaar het onterechte beeld dat kernenergie geen gespreksonderwerp meer is. Het is ook niet makkelijk als de president van de Verenigde Staten, Barack Obama, deze verouderde technologie omhelst als dé oplossing voor de klimaatcrisis. Een verouderde technologie omdat wij allemaal al 50 jaar wachten op een oplossing van het afvalprobleem. Een 5 keer zo grote kerncentrale is dan al helemaal niet waar we op zitten wachten. En dit is nog maar het begin. In 3 weken tijd hebben we heel veel werk verzet. Grote dank daarvoor aan iedereen die met ons zich inzet. We hopen met deze eerste 1000 handtekeningen een eerste aanzet te geven om u, Zeeuwse Delta, te laten beseffen dat er veel van u afhangt. Want als u in gaat zetten op echte duurzaamheid, zonder dure transitie en langdurig afvalprobleem, dan duurt het niet lang voor we Zeeland echt uit kunnen roepen tot de duurzaamste provincie van Nederland. En dat is onze wens. Dankjewel. Daar was ik niet op voorbereid. Maar ik neem deze handtekeningen in ontvangst. Ik denk dat het jullie recht is om hier vandaag je mening kenbaar te maken. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar in dialoog blijven. En we zullen elkaar vast in de toekomst nog wel een aantal keren tegenkomen. En dan praten we verder. Dank u wel. Ik geef het woord weer aan Jeroen van Dijen.